Kees van der Kreken, beroepsvisser op het Veerse Meer. Hoe lang al? Vanaf 1961. Ik ben al vandaag mee geweest met jullie. En wat mij onder andere opvalt is dat er ontzettend veel arbeid in gaat zitten om vis te vangen. Ja, helaas. Ja. Het hoort er eenmaal bij. En meestal is zo, uit de meeste paling van moet het minste werk doen. Ja. Nou, weinig paling van moet het meeste werk doen. En dan worden je netten meestal smeriger. En nou, veepaling van, dan is dat in de regel niet. Dan blijven je netten ook schoon. Dat heb je morgen gezien, de beste fuiken. Die waren ook minstens smerig. En dat is altijd zo. Die kleine vuiken, dat met schietvuiken. En de visserman komt weer op ondiep water. Of op steile kantjes, net van de kant af. En die grote vuiken, die visserman meer van de kant naar heel diep toe. Tot 6, 7, 8 meter. En die staan altijd op dezelfde plaats. Ben je wel eens vuiken kwijt? Ja, helaas wel. Want het jaar nog niet, maar vorig jaar 4 en het jaar daarvoor 40. Ja, dat is elk jaar een beetje geluk hebben als ze ze niet meenemen van je. Want als je ze kwijtraakt, is er vandalisme? Ja, meestal wel. Dan worden ze gestolen. Daarom is ze me nou in de zomer ook helemaal blind. Moeten we ze zelf opdreggen. Ja, dat voor degene die als de bedoeling hebt om ze te stelen, een beetje moeilijker om ze op te zoeken. We hebben vandaag vooral op paling gevist, of eigenlijk alleen maar op paling, de rest was bijvangst. Waar vang je nog meer op? In de zomer enkel op paling. Ja. En soms dat mooi weer is op herders, maar dat doen we dus met ander materiaal als dit. Dat doen we met staand wand. Maar dat heb je niet gezien vandaag, dat ken je misschien niet. Dat is net een netwerk, dat is mazen van 14 centimeter. En van onder zit op de bodem, maar dat is 1,25 hoog. En dan zwemmen die herders in en dan met de kieuwen erachter zitten. En dan vangen we die op. Maar dan moet het heel mooi weer wezen, stil en geen groen. En dan gaat dat niet. Wat jaar? En waar vis je de rest van het jaar op? Enkel in de winter nog op bot. En de rest een heel jaar vanaf maart tot november op paling. En dan half december tot half februari, begin maart op de bot. Nou is ruim een jaar geleden is die doorlaat in de dam, het Kasseveer, die is in gebruik genomen. Het Veerse Meer is zouter geworden, meer schoon Oosterschelde water. Wat merk je daarvan als visser? Het enige dat we merken, dat we veel kwallen gevangen hebben van de zomer. En dat er veel zeesla is. Maar aan de vangst kunnen we dat nog niet merken. En je ziet wel eens een ander visje, maar dat is toch niet echt noemenswaardig dat dat opvalt. En verwacht je over een aantal jaren andere soorten vis te vangen? Ja, we hopen een beetje op de kreeft dat doorbreekt. Net als op de Reveling is hetzelfde gegaan als hier zo. En daar vangen ze ook volop kreeft. Dus ja, we hopen dat hier ook zo in de toekomst wordt. Je hebt al kreeft uitgezet? Jawel. Ja. Heel veel al hoor. Ja. Al 4 jaar. Maar komt die kreeft niet vanzelf? Ja, dat weten we niet. Dan moeten die eitjes door de sluis komen. Ja, dan ben je afhankelijk van. En als je het zelf doet, dan weet je dat het erop zit. Maar dat duurt 8 jaar en dan kreeg je aan de maat is hoor. Dus ja, dat is een lange weg. Like a
En die kreeft die hem natuurlijk op, erop gezet hebben. Ja, die zit al aan de maat. Ja, dat heeft geen zin dat hij nu meeneemt, want dan krijg je geen bestand op het eerste meer. Dus die gooien hem allemaal terug en doen me merken. Maar of ze blijven op dezelfde plaats of wat ze naar een andere plaats toe gaan. Dus nog toe hebben we een goede ervaring mee, maar ja, de toekomst gaat uitwijzen. Wat mij is opgevallen het afgelopen jaar is dat het water ontzettend helder is geworden. Ja, twee helderder als andere jaren. Vandaar ook dat zeesla. Want dat zeesla dat komt door de temperatuur en door de helderheid van het water. Maar de zon er niet door kan komen, ja, dan komt er ook geen zeesla. En nu van het jaar was het heel helder. Ik kijk 3 meter diep op de bodem. Ja, vandaar dat zeesla weer terug is. Dat is voor ons wel gunstig hoor. Ja, omdat er paling in zit. Ja, die zit er graag onder. Hè. Zit er meestal een beetje voedsel onder. Een schelpje zit, heb je vanmorgen gezien. En, ja, er zitten ook tegen de wormpjes onder. En krukkeltjes en van je alles zit eronder en erin. Dat voedselrijk is dat groen wel hoor. Dat zeesla.